Beste kijkers, hartelijk welkom in de Laurenskerk. Helaas is het in deze coronacrisis niet mogelijk om bij elkaar te komen om te vieren. Gelukkig zijn er overal uitzendingen en livestreams om op afstand met elkaar verbonden te blijven. Wij zijn blij dat Rijnmond TV ons in staat stelt om vanuit deze Laurenskerk ieder zondag een ecumenische viering aan te bieden. Zo kunnen wij toch met elkaar verbonden blijven op afstand en zo ook de lofzang gaande houden. Wat wij bieden zijn ecumenische vieringen met voorgangers en lectoren uit niet alleen de breedte van de kerk, maar ook daarbuiten. En ik weet dat onze kijkers ook niet alleen uit Rijnmond komen. Het is fijn dat zoveel mensen de diensten waarderen en zich op afstand thuis voelen in dit godshuis. Vandaag is het de vijfde zondag van Pasen, zondag Cantate, en deze naam is ontleend aan Psalm 98, vers 1, Zing de Eeuwige een nieuw lied. Vandaag is het ook 10 mei. 80 jaar geleden werd Nederland op deze dag de Tweede Wereldoorlog ingestuurd. Een oorlog met onbeschrijfelijk menselijk leed als gevolg. Rabbijn Albert Ringer van de Liberale Joodse Gemeente hier in Rotterdam zal de korte overweging uitspreken. Fanice Delgado Neves van Geloven in Spangen is lector. Organist is Hajo Boerema. En de zang wordt vandaag verzorgd door Mirjam van den Hoek en Eva Meijboom sopraan. Janneke van der Linden en Leonie van der Sleen alt. Ferry Bierling en Wieger Mandenmaker tenor. Jan Korteweg en Jildert Denneman, Bas. Laten wij bidden. Voor u verschijnen wij aanwezigen met de zorgen van alle dag, het verdriet van het verleden, met ons menselijk onvermogen en de schijnbare onmacht onze toekomst zelf vorm te geven. Wij weten dat ons denken en ons doen niet altijd gericht is op het goede, dat wij kunnen verdwalen in ons verlangen, elkaar verliezen in het zwijgen. Daarom vragen wij u om ontferming over ons leven. Richt onze ogen en harten telkens weer op uw liefde. Ontferm u over de wereld waarin de nood voor mensen te groot is. Herschep ons bestaan, schenk ons uw toekomst en leg op onze lippen een nieuw lied tot uw eer. Amen. Triumph.
Deuteronomium 6, versus 20 tot en met 25. Wanneer uw kinderen u laten vragen: wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de Heer, onze God, u heeft voorgehouden? Geef dan dit antwoord: wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke handen heeft de Heer ons uit Egypte bevrijd. Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die grote omhel brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hoofd. Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze voorouders onder ede had beloofd. Daarom gebood de Heer, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven sparen zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Als wij voor het oog van de Heer, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend. Tot zover. Ik ben rabbijn, ik ben geen predikant en ik spreek vanuit een iets andere traditie dan de mensen die hier gewoonlijk staan. En dat betekent ook dat de opbouw van datgene wat ik ga zeggen wat anders is en dat ik ook refereer aan andere dingen. En ik hoop dat het herkenbaar is voor jullie en dat jullie wat geduld hebben voor deze woorden. Wanneer wij in het Jodendom spreken vanuit de Torah, dan doen we dat op een bepaalde manier. Dan laten we die woorden staan en associëren erop. We hebben daar gedachten bij. Maar om te kunnen begrijpen waar ik het zo dadelijk over heb, moet je wel meer weten over hoe die Torah in elkaar zit. De vijf boeken van de Torah, de vijf boeken van iedere willekeurige Bijbel in wezen, die in een protestantse Bijbel heten de boeken van Mozes of in een katholieke Bijbel de Pentateuch, vormen de belangrijkste traditie in het Jodendom. Die vijf boeken hebben een opbouw. In de eerste vier van die boeken wordt nauwkeurig uitgelegd in de Joodse traditie hoe het allemaal zo gekomen is. Vanaf het scheppingsverhaal, via de aartsvaders, de slavernij in Egypte, de uittocht, de 40 jaar door de woestijn, tot bijna tot aan de intocht in het land. Daar houdt de Torah op. En in het vijfde
boek wordt het allemaal nog een keer overnieuw verteld, maar dan door Moshe, door Mozes. Mozes die aan het begin van zijn carrière wordt beschreven als een man die eigenlijk niet goed uit zijn woorden komt, is dan degene die een heel boek van de Torah doorpraat van een soort redevoering, een lange redevoering die hij houdt voor het volk. Stel je voor, je bent vlak voor de intocht in het land. Er staan meer dan 1 miljoen mensen bij de helling van een heuvel. Mozes, Moshe, staat op die helling van die heuvel en hij spreekt de hele menigte toe, een boek lang, urenlang achter elkaar. Dat is de setting van het boek Dwarim, Deuteronomium, waaruit de lezing die net gedaan is, komt. Dat is wat er gebeurt op dat moment. Mozes spreekt het hele volk toe, zonder elektronische middelen, zonder televisie zelfs. En wat hij doet, is wat anders dan in de andere boeken daar staan. Die andere boeken die refereren aan de geschiedenis. Die vertellen een geschiedenisverhaal waarin een anonieme spreker is, God, en waarin het verhaal wordt verteld van hoe het zo gekomen is. En nu is de spreker Mozes, Moshe, die vertelt. En in die vertelling zijn 3 soorten tijd aanwezig. Hij vertelt over vroeger, er is zijn tijd, hij vertelt over zichzelf en hoe die daar is op dat moment. Maar hij geeft ook in zijn vertelling aanwijzingen voor de toekomst. Hij vertelt ook over de toekomst. Deze 3 tijden zijn relevant in dit boek. Het verleden, datgene wat Mozes zelf doet op dat moment, en zijn verwijzing naar een toekomst die nog komen moet. In het land, in die toekomst waar wij dan deel van zijn. Wanneer Mozes praat over verleden, zijn heden, ons heden, de toekomst, dan is de centrale vraag van het boek steeds wat de betekenis is van het verleden voor de toekomst, voor het heden en de toekomst. Niet zozeer hoe je het verleden moet herinneren, maar wat de consequentie is voor de daden die je doet op dat moment. Dat is de centrale vraag van het boek Deuteronomium, Dwarim. En in het citaat wat we net gehoord hebben, in het stuk wat we net gehoord hebben in de lezing, wordt een hele specifieke setting, een heel bijzondere setting beschreven. Iets wat we heel goed kunnen naar ons toe kunnen halen in onze eigen tijd. Het gaat om een ouder en een kind. Er is een kind en dat kind vraagt aan die ouder, wat doe je nou eigenlijk? Wat moet je nou eigenlijk doen? Wat is het wat jij doet? En die ouder antwoordt niet door een opsomming te geven van alles wat je zou moeten doen, maar door te zeggen, wij in het algemeen, wij waren slaven in Egypte. Wij zijn door God uitgevoerd uit Egypte op een wonderlijke manier. We hebben wonderen ervaren door die uittocht. En nu zijn wij in het land aangekomen waar we wilden zijn. En onze daden moeten nu gestuurd worden door datgene wat we hebben meegemaakt uit het verleden. Dat is de essentie van datgene wat er in dit stuk staat. Wij hebben dat meegemaakt en doordat we dat hebben meegemaakt, de slavernij en de bevrijding, is er een betekenis voor het heden, voor onze daden. Niet zozeer voor ons geloof, maar voor wat we doen. En dat is heel makkelijk mee te nemen naar onze eigen tijden. Onze eigen kinderen die ons vragen wat het betekent voor ons om nu hier te zijn. Zo tussen de dagen, tussen bevrijdingsdag, de dodenherdenking bevrijdingsdag, het bombardement van Rotterdam. De periode in het verleden waarin de Duitse bezetter bij ons binnenkwam. En een herinnering die we hebben aan de bevrijding. Juist op dit moment is het voor ons belangrijk om ons te realiseren dat onze kinderen aan ons kunnen vragen, wat betekent het voor jou? En dat wij als antwoord kunnen geven, ik was daar onderdeel van. Want dat is wat deze tekst aan ons vraagt. Ik was daar onderdeel van. Ikzelf. Dus niet zozeer mijn ouders, mijn grootouders, maar wij allemaal zijn onderdeel van degene die de herinnering hebben aan die gebeurtenis.
En wat kan je dan doen? Op welke manier zou zo'n herinnering die je hebt, als het ware de herinnering die je zelf hebt, wat zou die voor betekenis kunnen hebben voor je eigen daden? Ik heb een aantal dagen terug op de 4e gekeken, 4 mei gekeken naar de herdenking op de Dam. En ik heb geluisterd naar de woorden die Willem-Alexander daar sprak. En wat Willem-Alexander daar sprak, heeft mij zeer geraakt. Hij sprak over een herinnering van een gesprek dat hij had gehad met een van de overlevenden, Jules Schelvis, een overlevende van Sobibor, een van de 18 overlevenden. Terwijl er 30.000 Nederlandse Joden zijn vergast in Sobibor. En Willem-Alexander zei dat het bijzondere van meneer Schelvis was, van Jules Schelvis was, dat hij toch vertrouwen had in de mensheid. En misschien is dat wel een hele essentiële om mee te nemen ook uit dit verhaal. Wanneer je van jezelf zegt dat je de herinnering hebt aan datgene wat er gebeurd is in het verleden, wat er met jou gebeurd is in het verleden, dat dat met zich meebrengt dat je toch vertrouwen hebt in de toekomst, vertrouwen in de mensheid. Vertrouwen in datgene wat je meemaakt in deze wereld. En dat vertrouwen geeft je de mogelijkheid om te kiezen. Te kiezen voor het goede om te doen. Want dat is waar deze tekst over spreekt. Wij zijn in deze dagen, van coronavirus en ook crisis die wij hier nu hebben, op een bijzonder moment aangekomen. Een bijzonder moment waarin je kunt kiezen wat je kan doen, want dat is de vrijheid die we hebben. Maar vrijheid, het hebben van vrijheid, betekent niet zozeer, in de Joodse traditie althans, niet zozeer de vrijheid om zomaar te doen wat je zelf wil. Maar vrijheid betekent om vanuit datgene wat je hebt meegemaakt, slavernij, bevrijding, oorlog, bevrijding, om vanuit datgene wat je hebt meegemaakt, de keuze te maken om het goede te doen, om te kiezen voor het goede. Voor je verantwoordelijkheid ten opzichte van je medemens, voor je verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving waarin je je bevindt. Singen's the best.
Laten wij bidden. Liefdevolle God, wij danken u voor de vrijheid waarin u ons hebt gezet om met uw richtlijnen op weg te kunnen gaan naar beloofd land, naar uw rijk waarin wij als mensen in gerechtigheid en vrede mogen leven. Wij danken u dat ook in deze crisistijd de visioenen niet verstommen, dat mensen niet angstig leven ten koste van elkaar, maar elkaar vol liefde de hand reiken, nabij zijn met trouw en troost. Wij bidden u dat wij het uithouden. Aanwezigen, wij bidden u voor wie het in deze dagen van gedenken en vieren onmogelijk is om vreugde te voelen of te durven dromen van een nieuwe wereld. Wonden die niet willen helen, vertrouwen eeuwig verloren in mensen en zelfs in uw nabijheid. Voor allen die de gruwelen van de oorlog nog dagelijks ervaren, wees met uw troost aanwezig. Geef kracht waar mensen dreigen om te vallen in verdriet. En laat door onze nabijheid uw liefde zien. Wij bidden u voor wie geen vrijheid ervaart door groeiende discriminatie en vooroordelen. Door niet te kunnen zijn wie we zijn, uit vrees voor de ander. Op grond van geloof, van overtuiging. Op grond van het behoren tot een volk. Op grond van seksen of seksuele voorkeur. Op grond van dat wij elkaar het licht in de ogen gunnen. Dat wij gedenken hoe vernietigend haat kan zijn. God, wij bidden u voor wie ziek zijn. Voor wie de dood voor ogen zien. Voor hen die rouwen. En wij bidden u voor ieder eenzaam mensenkind. Amen. Het was fijn om hier weer met elkaar verbonden te zijn via TV Rijnmond in deze ecumenische viering. Ik wens u vanuit de Laurenskerk al het goede toe en vooral de zegen van de eeuwige. De aanwezigen zegenen u en behoeden u. De aanwezigen doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De aanwezigen verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.